Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontdekte men dat vliegtuigen konden worden gebruikt als zeer effectieve vechtmachines. Vanaf dat moment heeft het luchtgevecht een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart. Van een piloot die een moderne straaljager vliegt, eist men een zeer goede lichamelijke conditie en uitstekend vliegerschap. Het is de meest veel eisende baan in de lucht. De straaljagerpiloot. Een heldhaftige figuur. Hij bestuurt een ongelooflijk snelle, veelzijdige en krachtige machine. In onze wereld vol moderne technologie, waar oorlogen met chirurgische precisie worden gevoerd door perfecte machines, is de jachtvlieger de laatste die nog doet denken aan de dappere krijger, de gladiator, gewikkeld in een gevecht van man tot man. Maar in hoeverre klopt het imago van de moderne gevechtsvlieger met de macho-mythe van de vliegende gladiatoren? Over welke speciale kwaliteiten moet je beschikken om een modern straalvliegtuig te vliegen? Wat is het dagelijks werk van iemand met de meest opwindende en veeleisende baan die je je maar kunt voorstellen? Mijn vak is op dit ogenblik me zo goed mogelijk voorbereiden op iets waarvan hopen dat het nooit zal gebeuren, een conflict. En daar zijn we hier dag in dag uit mee bezig om ons zo goed mogelijk daarvoor voor te bereiden. Ik heb me wel eens laten vertellen dat een vlieger wel een apart soort was. Het is denk ik een man die weet wat hij wil, die een goed reactievermogen is, die ook zaken moet kunnen inschatten en daar niet te veel tijd bij nodig dient te hebben. Moet kunnen in een split second. Wat je verder nodig hebt is conditie, lef, vasthoudendheid en een evenwichtige levenshouding. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De gevechtspiloot, nauwelijks zijn tienerjaren ontgroeid, krijgt het bevel over een machine van zo'n 30 miljoen gulden. Uitgerust met voldoende wapens om een oorlog te veroorzaken. Er waren nauwelijks enkele maanden verstreken in de Eerste Luchtoorlog of de gevechtspiloot was een legende. De heldendaden van de baron von Richthofen, Leno Hawker en Adolphe Pégou leefden voort in de gedachtenwereld van vele schoolkinderen en volwassenen. De tactieken die zich ontwikkelden boven de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog worden ook nu nog toegepast. Recente ervaringen tijdens de Golfoorlog hebben de kracht van de geperfectioneerde luchtaanvallen bevestigd. Op een uitgekiende manier gebruik maken van geavanceerde wapens was een van de grote krachten van de luchtmachten aan de geallieerde zijde. Al was de tegenstand van de Iraakse luchtmacht te verwaarlozen. De media zorgden er echter voor dat voor het eerst een schaduw over dat betoverende imago van de onbevreesde gevechtspiloot trok. De onsterfelijke Red Baron en de helden uit de film Top Gun moesten plaatsmaken voor een jonge knul, vaak getrouwd, met kinderen, bevreesd voor de dood, maar gedwongen in een oorlogssituatie door zijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover collega's en land. Ik denk dat ik klaar was om te gaan, maar dat ik niet stond te springen van mag ik alsjeblieft gaan. Natuurlijk, als er was gezegd van Leeuwarden gaat naar de Golf toe, dan waren we met z'n allen gegaan en dan waren we er klaar voor geweest. Maar als er hier een lijst was opgehangen met vrijwilligers mogen inschrijven om naar de Golf te gaan, dan was mijn naam er niet opgekomen, denk ik. In velen van ons schuilt een kleine straaljagerpiloot. Dat is wat de reclame van Skywarriors ons meldt. Gotcha. Yeah. Ow! Just blow his ears out.
Dit is een van de twee organisaties in de Verenigde Staten die burgers in de gelegenheid stelt de soms misselijkmakende sensatie van een luchtgevecht te ervaren. Sky Warriors geeft je het echte Top Gun gevoel. Voor ongeveer $500 kun je daar een Beech T-34 Mentor vliegen, een lesvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht uit de jaren 60. Compleet met laserkanonnen en een rookgenerator om het allemaal echt te doen lijken. The biggest advantage that we have in this group of pilots here is that everybody that sits back there is a fighter pilot, has been flying high performance airplanes. The reason why we're here and why we do this is number one, we love to fly. And secondly, we'll like to see that big smile on your face, Larry, when we get done, because I guarantee you will. The first thing to understand about air combat maneuvering or basic fighter maneuvering is it's all energy management. How well you manage your energy, assuming that you start with an equal amount of energy to your opponent, and hopefully a little bit more, how well you manage your energy will determine the outcome of the fight. That's the first thing. The second thing, up here, lose sight, lose the fight. If you lose sight of your opponent, and he's got you in sight, you now become predictable as you're looking for him, and he will figure out a way very quickly to get in a position behind you and take you out. For whatever it's worth, I haven't tried to trade it in for anything, but I ended up with about 1,000 hours of combat time and 446 combat missions, which, as somebody pointed out the other day, makes me real lucky just to be here. Met deze piloten als je instructeurs kan iemand zonder enige vliegerervaring de missie vliegen. Voor Larry Woodworth, een elektronisch technicus, is het vliegen bij Sky Warriors de vervulling van een jongensdroom. My flying experience is about 34 hours as a student pilot and many hours doing computer games. You've come here because you want to know what it's like to be a fighter pilot. We're not going to make you the ace of the base by this afternoon. So there's no pressure on you to perform. But what we are going to do is we're going to show you what it feels like, what it looks like. You'll have a good time. If you want to fly the entire mission, you fly it. If you wanted to have me demonstrate something to you, you just ask. Hoewel het luchtgevecht tegenwoordig weer populair is bij de militaire leiding, heeft het door de jaren heen een zeer wisselende geschiedenis gekend. In het begin van de Tweede Wereldoorlog vlogen de geallieerden nog in de strakke formaties van 1918. De geallieerde top had een voorkeur voor bommenwerpers, die de vliegers ten opzichte van het tactische luchtgevecht van de Luftwaffe in een zeer kwetsbare positie brachten. De theorie van het luchtgevecht moest opnieuw worden geleerd, en snel. De geallieerden namen daarom de tactiek van de Luftwaffe direct over. Na Pearl Harbor heeft de Amerikaanse legerluchtmacht onmiddellijk de luchtgevechtsscholen opgericht. Het waren de geallieerde piloten, zeer goed getraind, die er middels man-tegen-man gevechten uiteindelijk voor zorgde dat zij het tij keerde van Hitlers alom erkende technologische superioriteit. Maar na de oorlog werd de tijd van het luchtgevecht opnieuw afgesloten. Men beweerde dat met de intrede van het straalvliegtuig een echte oorlog nu een wereldomvattende confrontatie zou betekenen. Supersonische vliegtuigen zouden met raketten op grote afstand van het doel atoomaanvallen uitvoeren. Maar ervaringen in Vietnam en recentelijk nog op de Falklandeilanden hebben dit weerlegd. De lessen van de Slag om Engeland vormen vandaag wederom een belangrijk onderdeel van de training bij de Britse Royal Air Force. De F-15 Eagle schopt je in minder dan een minuut 3,5 kilometer omhoog. Met zijn superieure kracht en wendbaarheid maakt hij de vlieger de koning van de lucht. Dit is waar duizenden van dromen. Het imago van de jachtvlieger heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ieder jaar melden zich duizenden jongeren aan die hopen voor de opleiding in aanmerking te komen. Tijden veranderen en het macho imago verbleekt. Eindelijk hebben ook vrouwen toegang tot de cockpit van het jachtvliegtuig. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk melden zich ieder jaar meer dan 8000 jonge mannen en vrouwen om zich bij de Royal Air Force aan te sluiten. 90.000 people and 1000 aircraft. Today's Royal Air Force has a worldwide role.
De lange weg naar die felbegeerde baan bij de RAF begint hier. Veel van deze sollicitanten hebben al vanaf hun jeugd gedroomd piloot te zijn. Sommigen zijn hier voor de derde, vierde, soms zelfs vijfde keer. Good afternoon. How can I help you? I'm interested in a career in the Air Force. Uh-huh. What particular trades? Pilot or navigator. Dit is de eerste stap in een zeer uitgebreide selectieprocedure. Na dit eerste gesprek valt 20% af. Voor de overige 80% verlopen de daaropvolgende ronden een stuk moeizamer. De kandidaten worden blootgesteld aan een 2 dagen durend, zwaar en kritisch onderzoek. Daarbij moeten ze een oneindige serie ogenschijnlijk onoplosbare problemen doorworstelen. Ze worden getoetst op gezondheid, leiderschap, inzicht, intelligentie en nog een hele serie andere zaken. And what kind of impression are you getting in the Air Force so far? It's very appealing. Right, okay. De helft zal na de eerste dag naar huis worden gestuurd. Soms te weinig aanleg, medisch ongeschikt of misschien simpelweg de verkeerde maten. 4,5 uur worden doorgebracht achter de computer. De proeven tonen onverbiddelijk je talenten. Hier worden carrières gemaakt en gebroken. It's a measurement of aptitude for such high-performance tasks as pilot and navigator for the Royal Air Force is crucial. The nearer one can identify aptitudes for flying, the cheaper or the less expensive the training regime will be. Bear in mind that it costs £3 to £4 million to train a fast jet pilot nowadays. Any failure in that training system is very expensive. So our role here is to identify as many of the right aptitudes as possible which predict for success in flying training. Het is verrassend dat de oorsprong van sommige tests nog dateert uit de jaren 30. Het had zijn doeltreffendheid in de vliegerselectie van voor de oorlog zodanig bewezen dat de test nauwkeurig werd omgezet naar een computerprogramma. Nu de gegevens kunnen worden geanalyseerd, tonen deze tests duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. What we're finding broadly is that the women have got faster powers of observation, seeing things quicker. And the young men's coordination, that is on the test that we have, they get better scores. Right, Miss Gardner, that was interesting listening to you. Nothing in your background about the Air Force. So why do you want to join the Air Force? Well, basically the flying. Maar vliegtuigen staan voorlopig nog niet op het programma van de aankomend gevechtspiloot. Je begint met 18 weken officiersopleiding. Terwijl degenen die verder zijn beginnen met de vlieglessen, word je eerst getraind als soldaat. Stel. Eyes. Cut. Van de 8000 kandidaten die er jaarlijks binnenkomen, worden er maar 1000 opgeleid als officier. En daarvan wordt slechts weer een fractie voor de vliegeropleiding geselecteerd. Squadron! Halt! Hanley, dress back slightly. Voor die enkele geluksvogel begint nu 2 jaar intensieve vliegtraining. In de Eerste Wereldoorlog werden jonge piloten aan beide kanten de strijd ingestuurd met slechts een handjevol vlieguren in hun logboek. Dat waren wanhopige tijden. De training weerspiegelde het niveau van hun beroep en de stand van de techniek die ze moesten beheersen. Tegenwoordig duurt het tussen de 3,5 en 4 jaar voordat gevechtsvliegers het niveau bereikt hebben waarop ze zich in de strijd mogen werpen. Bijna net zo lang als die Eerste Luchtoorlog duurde. Should we have an emergency on the runway during takeoff? It's absolutely SOP. If you have a bird strike, leave the engine alone, slow down, climb up and divert. Any questions? Let's go. RAF Valley. Hier worden leerlingpiloten voor het eerst geconfronteerd met vliegen om te vechten. Ze kennen de principes van het vliegen,
opgedaan tijdens de basisopleiding op de propeller aangedreven Tucano. Het is nu tijd voor de eerste jet. Na 8 weken grondschool mogen ze eindelijk weer eens vliegen. Maar niet voordat ze een ongelofelijke hoeveelheid kennis over de aerodynamische karakteristieken van hun nieuwe vliegtuig hebben opgedaan. Vanaf nu gaat alles veel sneller. Dit is de British Aerospace Hawk. Aangedreven door een Rolls-Royce Adour motor met 2500 kilo stuurdruk. Hij is snel en goed bestuurbaar. In alle opzichten een uitstekende gevechtstrainer. Tijdens een lichte duik kan net de snelheid van het geluid worden overschreden. Hawks worden door sommige luchtmachten ook gebruikt voor gevechtsdoeleinden. Maar hij is meest bekend als het vliegtuig van het RAF-demonstratieteam, de Red Arrows. Dit is een routineoefening. Eerst tactisch formatie vliegen op 12 kilometer hoogte en dan laag vliegen in de valleien van Wales. Militairen vliegen anders dan burgers. Men start bijvoorbeeld in formatie. De redenen daarvoor zijn simpel. 3 vliegtuigen de lucht insturen als 1 enkele eenheid bespaart tijd op de landingsbaan en ruimte in de lucht. 2 waardevolle zaken in een oorlog. Je klimt met 550 km per uur. En 10 minuten na de start zit je op 12 km hoogte. Het belangrijkste in dit stadium van de training is het ontwikkelen van je situatiebewustzijn. Dat is het vermogen ten aller tijde niet alleen te kunnen bepalen waar je zelf vliegt, maar ook waar alle andere vliegtuigen zich bevinden. Tot nu toe is alleen het vliegen zelf aan de orde gekomen. Het gebruik van de wapens en het bedenken van een gevechtsplan komt veel later. Leerlingpiloten beginnen nu een idee te krijgen hoeveel werk en discipline nodig zijn bij het informatievliegen met een modern gevechtsvliegtuig. Afgezien van de praktische voordelen is dit van vitaal belang voor het opbouwen van leiderschap, teamgeest en onderling vertrouwen. ...75 meter boven de grond. Snelheid 800 km per uur. Dit is de helft van een minimum toegestane hoogte voor gewone vliegtuigen. Het landschap eist nu al je aandacht op. Het heeft nu geen zin om op de hoogtemeter te kijken. De piloot moet vertrouwen op zijn gevoel en training. Het schijnt dat je de poten van een koe op 150 meter hoogte kunt tellen... ...en de poten van een schaap op 75. Het doel van deze training is te leren bommen te werpen zonder gezien te worden door de radar. Dat is allemaal heel gewichtig, maar voor de vlieger speelt de pure vreugde van het laag en snel vliegen een belangrijke rol. Om een goede jachtvlieger te zijn is het dus essentieel dat je een goed oriëntatievermogen hebt en een gevechtssituatie kunt visualiseren. Bovendien moet je het vliegtuig zo beheersen dat je het in elke door jou gewenste houding kunt vliegen. The reason most fights are won is for aggressiveness. That's what fighter pilots are all about. But the reason most fights are lost is because of aggressiveness too. You gotta know where the line is. As he gets down here around like this and starts to become a threat, we really crank it around. If he can't make this square turn to get back here, what happens? He overshoots. He overshoots. If he goes behind us like this, mismanaging his energy, as soon as I can see that he's going back there like this, we pull the airplane up. He's still accelerating, all right? We're decelerating. We just roll the airplane inverted like that, roll around behind him. Boom. We're right there. Be a big light going on. You go, wow. Remember, this whole thing is a three-dimensional business. Not based on the ground, not based on the horizon.
It's all based on the other airplane and what he's doing. So it's like playing pool in a swimming pool where the pool balls float. Everything moves around everything else. Vandaag, objective, een four-ship low cap. En vanwege het weer gaan we high low high die kant op. Steppen doen we op het uur 0800 voor een 0830 take-off. Onze on-station time is 0850 tot 0920. Leeuwarden, het 322e squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Wanneer piloten in opleiding hun eerste operationele squadron krijgen toegewezen, zijn ze nog steeds geen volwaardig gekwalificeerde jachtvliegers. Het zal nog maanden duren voordat ze voldoende ervaring in de lucht hebben opgedaan en genoeg training hebben doorstaan om te worden gekwalificeerd als gevechtsklaar. Tegenwoordig gaan jachtvliegers volgens een strikt aantal prioriteiten te werk. In de moderne strategieën is het ontzeggen van de toegang tot bepaalde stukken luchtruim belangrijker dan een gevecht op leven en dood. Een gevecht over leven is je eerste prioriteit. Als er een grootschalige oorlog zou losbarsten, zou de industrie niet in staat zijn op korte termijn de productie van deze complexe vliegtuigen te versnellen. Luchtmachten moeten hun troeven dus voorzichtig uitspelen. Zo'n troef is de F-16 Fighting Falcon. Begonnen als het goedkope zusje van de F-15. Alleen in Amerika vliegen er al zo'n 2500. En het is daarmee het meest gebruikte vliegtuig in de US Air Force. De F-16 is een veelzijdig vliegtuig. Het begint erop te lijken dat het in de komende jaren de ruggengraat zal vormen van 's werelds luchtmachten. Op het moment dat een confrontatie tussen twee gevechtsvliegtuigen begint, moeten de vliegers de zaak binnen 45 seconden in hun voordeel beslissen. Als je tactiek na 1 minuut geen succes oplevert, zullen de kansen in jouw nadeel keren. De vlieger moet de energie die door brandstof, snelheid en hoogte in zijn vliegtuig aanwezig is, feilloos verdelen. In fracties van seconden neemt hij beslissingen over leven en dood, terwijl zijn lichaam door het snel wendende vliegtuig wordt gemarteld. Hier eindigt het teamwork. En nu het erop aankomt, staat de vlieger er alleen voor. Ik denk dat het individualistische, dat moment dat daar werkelijk een engagement is, dan kan je met nog zoveel zijn, maar op een gegeven moment is het jij tegen die ander. En dus als je eenmaal aan het draaien bent, de dogfight, dan vliegt er maar één kist weg van die dogfight. Of geen enkele natuurlijk, als allebei... Maar er is geen mogelijkheid dat als een draaiend gevecht is, dat daar twee kisten allebei naar huis gaan. Dat zal niet voorkomen. In de jaren 60 raakten de strategen in de ban van de lange afstandsraket. Die zou het luchtgevecht verder overbodig maken, maar dat bleek te optimistisch. De vlieger die een gevecht van man tot man durft aan te gaan, zal nodig blijven, hoe ver de technieken ook vorderen. Het Medisch Instituut van de Koninklijke Luchtmacht in Soesterberg. Hier leren vliegers in een centrifuge weerstand op te bouwen tegen de hoge G-krachten waaraan ze blootstaan. G-lock is het verlies van bewustzijn door zwaartekracht en een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongelukken in moderne jagers. Het is bewezen dat mensen 9 maal de zwaartekracht gedurende een korte periode kunnen weerstaan. Maar het betekent wel dat een vlieger van normaal 75 kilo op dat moment 675 kilo weegt. De vlieger krijgt moeite met het bewegen van zijn lichaam. Het bloed wordt zwaar en zakt naar de benen. Met behulp van een G-pak dat het bloed omhoog perst en een ademhaling die doet denken aan de techniek die vrouwen toepassen bij de bevalling, leert deze piloot 30 seconden lang te vechten tegen 8,5 G. Deze oefening traint niet alleen het lichaam van de piloot, het is ook een onderdeel van research naar de psychologische invloeden van de G-kracht op het lichaam. Spieren blijven spannen. 2 seconden decelereren alweer. Second detent. Hey, fantastisch. Was het hard? Was het moeilijk? Viel mij. Oké.
Jachtvliegers kennen de gevolgen van de hoge G-manoeuvres. Meer dan 50% van hen meldt nekwervelproblemen of erger. De fysieke grens voor de mens in het luchtgevecht lijkt bereikt. Terwijl de lichamelijke en geestelijke last die de jachtvliegers moeten ondergaan steeds zwaarder wordt, is het macho-imago sterk aan het veranderen. Niet alleen omdat je aan de bar zit met je vrouwelijke collega-vliegers. Ook omdat de huidige piloot een ander mens is dan we gewoonlijk aannemen. Wat anders is dan vroeger is bijvoorbeeld het feit dat het squadron toen bestond uit bijna louter vrijgezellen. Dat houdt ook in dat je dus niet zo nodig op tijd naar huis moet. Ik wil niet zeggen dat we vroeger tot in de nachtelijke uren op het squadron bleven. Maar je hoefde niet om 6 uur thuis te zijn, eten met de kinderen. Toen ging het iets anders toe. Het spul gaat al lang mee. Dit vliegtuig lijkt misschien niet in staat de wetten van het luchtgevecht te zullen herschrijven. Het mist de dreigende uitstraling van een F-15 of het high-tech gezicht van de stealthjager. Maar laat je niet misleiden door het conventionele uiterlijk. Ik ben convinced that we'll be in a totally new world for aerial combat in close-in combat. We are trying and we hope we can go to very high angles of attack. Several airplanes have been there and even beyond it. But it was only in steady flight and we just want to maneuver up there as hard as ever possible. Door het beïnvloeden van de richting van de straal van de motor kan het vliegtuig zich in posities manoeuvreren die de kans op het uitschakelen van een vijandelijk vliegtuig verdrievoudigt. Het vliegtuig lijkt om de hoek te kunnen schieten. Dit is een nieuwe wereld voor de piloten. Ze zullen moeten leren bewegingen die gevaarlijk of onmogelijk leken als normaal te accepteren. De woorden superwendbaar en onzichtbaar zijn de nieuwe stopwoorden in de militaire luchtvaart. Dit is het prototype van het vliegtuig dat de US Air Force heeft gekozen als de jager van de 21ste eeuw. Het is niet alleen onzichtbaar voor radar, het is ook het meest wendbare vliegtuig dat ooit vloog. De geschiedenis heeft geleerd dat de vakbekwaamheid van een goed getrainde piloot het wint van de superieure technologie. Overal ter wereld staan vliegtuigen klaar voor het gevecht. Gevlogen door mannen en vrouwen die liever niet vechten, maar niets liever doen dan vliegen. Het vliegen aan zich, dat is wat de mannen eigenlijk in het bloed zit. Als je een vlieger hebt die een paar dagen niet gevlogen heeft, ja, die vliegt letterlijk en figuurlijk tegen de muur op, bij wijze van spreken. Dus hij blijft dan wel vliegen, maar hij moet en hij zal vliegen.